De Efteling is een van de beste attractieparken ter wereld. De Efteling is mijn lust en mijn leven. Het is van ongelooflijke waarde voor deze regio en dus ook voor de gemeente Loon op Zand. We hebben documenten opgevraagd bij de gemeente. Papier hier. Daaruit komt een beeld naar voren dat het pretpark meer mocht tijdens coronatijd dan andere ondernemers. Een willekeurige horecaonderneming zou dat niet hoeven te proberen. Soms zelfs buiten de wet om. En dus is de vraag, wie is eigenlijk de baas in de gemeente?